Om de filmlocatie zo echt mogelijk te laten lijken, werd het treinstel precies op de plek geparkeerd waar 31 jaar geleden de trein door Molukkers werd gekaapt. De inmiddels antieke trein van het type hondenkop werd er speciaal voor geprepareerd. Inclusief kogelgaten, rommel op de rails en afgeplakte ramen. De echte kogelgaten van toen, nog steeds aanwezig in de stalen constructies, zijn de stille getuigen van deze bloederige episode uit de vaderlandse geschiedenis. Nou, we gaan vandaag de bestorming van de trein filmen zoals die 30 jaar geleden ook uitgevoerd werd. Dus we zien veel militairen die lopen naar de trein toe en plaatsen daar springramen tegen de deuren om ze open te krijgen. En dan gaan ze de trein in. En alles wat we binnen in de trein filmen, dat hebben we eerder opgenomen. En vandaag nemen we alle buitenscènes op. De filmcrew verblijft het hele weekeinde in De Punt. Ze maakt gebruik van onderhoudswerkzaamheden van de NS. Hierdoor is voor bepaalde tijd het traject tussen Assen en Groningen afgesloten. In een legertent worden de hoofdrolspelers en figuranten geschminkt en geïnstrueerd. Het ministerie van Defensie werkt ook mee aan de film, door het geven van advies en het leveren van de requisieten. We hebben een requisitenverzameling bij Defensie. Dus ook kostuums en dergelijke, daar hebben we een gebouw vol van. Maar Korps Mariniers, bijvoorbeeld de broeken en de helmen, dat is heel moeilijk. We hebben dus nu landmacht buitenbroeken genomen, dat gaat er redelijk voor door. Maar de helmpjes bijvoorbeeld, in die tijd droeg men West-Duitse parachutistenhelmpjes bij de commandos en mariniers. Ja, op eBay, Marktplaats, vind je er een. Maar 20, nou, dat is toch moeilijk. Ik denk dat mensen wel weten dat er ooit een Molukse treinkaping was. Maar wat daar dan weer de aanleiding voor was, de knilmilitairen die hier moesten op dienstbevel moesten ontwapenen en vervolgens niet meer terug konden naar de Molukken. En het feit dat dat al 30 jaar dus het geval is. Ik denk dat dat wel een gedeelte is wat veel mensen niet weten. En we hebben een grote Molukse gemeenschap in Nederland. En die zijn hier gekomen voor een bepaalde reden. En dat is wel belangrijk om te vertellen. Speelfilm De Punt verschijnt vermoedelijk komend voorjaar bij de Evangelische Omroep op de televisie.